speelt minder dat je lief is. Je hebt het met familie erover. Ik kan mezelf niks verwijten dat ik niet alles heb gegeven. Dan ga je nadenken en dan ga je ook eerlijk zijn naar jezelf. En ik vond gewoon dat dit het moment was om, om te stoppen. Zeg maar. John Heitinga, de 17-jarige verdediger van Ajax uit Alphen aan de Rijn, komt in het veld. Ik denk dat ik gewoon deze week en aankomende week gewoon lekker doortrain. Dan denk ik misschien dat bij de vakantieperiode van de kinderen misschien gewoon een week helemaal weggaan. Ja, ja. En vandaan gewoon met Ajax in overleg, hoe zien ze het voor zich. Tuurlijk mag ik gewoon gaan trainen wanneer ik wil. Dan wil ik 5 dagen of 6 dagen, prima. Maar wil ik de 3 en ik wil wel beginnen al een beetje aan het proeven hoe het is om trainer te zijn. Ja. Maar dat moeten we ook doen. Ik denk dat ik nu gewoon even door blijf trainen. Maar dat moet ook voor je body. Je wordt al een beetje vettig, je hebt een uurtje niet getraind. Kijk naar jou, de gym. Ja, dat is groot zat. Maar je krijgt, net op mijn woorden, er komt ook nog een moment, want je gaat nu gelijk door van ritme 1 naar ritme 2. Er komt een moment dat je een tikkie krijgt. En dat je denkt, ik wil gewoon even rust nu hebben. Want... Nee, maar daarom wil ik ook zo'n vakantie inplannen. Ja. En daarom wil ik ook nu de aankomende, dus het anderhalve week, 2 weken. Gewoon in ieder geval hetzelfde ritme doorgaan. Gewoon ochtends opstaan, kinderen naar school, trainen, lunch op de club en dan... Ja. Kijk, dat je daarna misschien 's middags of 's avonds een keer een activiteit hebt, prima. Ja. In ieder geval overdag wil ik niet dat je ineens om 11 uur uit je bed komt en... Nee, daar ben je geen type daarvoor, maar er komt toch iets in je kop. Dat proces is nu begonnen met stoppen, maar je bent nog niet gestopt. Je bent pas vanaf volgende week en de week daarna ga je merken dat je gestopt bent. De eerste week ook niet, want je traint. Je zit nog in dat... Maar langzaam komt het begrip van... Ja, je zit nu gewoon in het traject nog. Ja. Er is in je ritme veranderd nog niks. Ja, alleen je speelt niet, maar dat deed het ook niet. Voetballen op deze manier afscheid te moeten nemen door zelf de regie te pakken. Want Ajax heeft dat niet gedwongen. En te zeggen, nou ik moet dit nu doen, want anders loop ik naar het einde van het seizoen als wat? Als een jongen die traint, die op een tribune zit of op een bank. Maar eigenlijk weet, ik kom er niet in of amper. En dat is voor iemand met zijn staat van dienst, is dat gewoon bijzonder verdrietig. Elke voetballer wil natuurlijk eindigen met een... Een WK-finale, zoals Giovanni van Bronckhorst of dat je de Champions League wint als Xavi zeg maar, bij Barcelona. Of weet je, met iets alleen, ja goed, weet je wat ik zeg, dit is nou eenmaal zo gelopen. Ik ga daar ook niet treurig om doen. Ik heb gewoon een hele mooie carrière gehad. Ja, ik ben gewoon heel blij dat, en heel dankbaar dat ik hetgeen bereikt heb wat ik heb bereikt. Meer tijd meegemaakt dan wij spreken mijn eigen familie. Vaak niet bij selectie, soms weer wel. Niet veel spelen, ja, dat is natuurlijk als John Heitinga gaan zijn, die wil elke week spelen, hoe oud hij ook is. Als je niet scoort, dan ga ik je heel de week trappen totdat je weer hebt gescoord.
Dus eigenlijk zit hij steeds onder druk en dan zei hij ook steeds voor de wedstrijd van als je nu niet hebt gescoord, dan heb je een probleem morgen. Dat weet je op de training. Want ja, hij heeft me wel eens vaak aangepakt op de training. Ik heb wel wat schoppen te verduren gehad van hem. En dat zijn wel leuke momenten, ja. En toen het wat minder ging, je minder scoorde? Ja, zeker. Ja, toen heb ik misschien wel wat geïncasseerd, zeker. Klopt. Hij wijst me af en toe op dingetjes waar ik dan nog niet aan had gedacht. En voor mij als aanvoerder is dat ook heel, heel prettig en op een hele, hele leuke manier. En niet dat hij me terecht wijst, maar wel gewoon advies geeft eigenlijk. Dat is heel waardevol. Hij had er veel meer van verwacht, maar ja, buiten het veld heeft het toch wel grote waarde gehad, zeker voor mij. Het zijn van die kleine dingen die het verschil dan maken. En die het net zeg maar bijvoorbeeld een talent of een jongere speler toch net erbovenop weer kan brengen. Een voorbeeld voor iedereen denk ik, zeker voor de jongere gasten en dat zijn er aardig wat in ons team. Het zat natuurlijk wel een beetje aan te komen, maar toch, als een definitief is het toch wel een beetje raar. Hij blijft me wel betrokken bij het team en ik denk dat het wel heel goed is. Ik kom op de club en het is ontbijten en een beetje dollen. Ik zit gewoon in het vaste ritme en dan ga je trainen. Dus wat dat betreft, vandaag is er niet zo heel veel veranderd. Door blijven trainen zonder perspectief, dat is niet echt mijn ding, zeg maar. De trainer had me ook niet heel vaak gebruikt de laatste periode. Ik denk ook dat in de competitie hebben we niet heel veel weerstand gehad. Zeker de eerste half jaar. Dus ja, het elftal liep. Ik heb mezelf wel aangeleerd, de dingen die je niet in de hand hebt, kan je weinig aan doen. En ik denk dat ik daardoor ook wel dingen makkelijker van mezelf af kan zetten. Alleen, kijk, je wilt spelen. Alleen als je niet kan spelen, omdat het niet mag of dat de trainer voor een andere keuze maakt, ja, dat is zijn goed recht. Wat dat betreft moet je ook niet te veel achteruit gaan kijken. Je moet gewoon vooruit en positieve gevoel vasthouden. Je zit altijd te spelen, en dat heb ik zelf ook gehad. Je zit altijd in de ontkenningsfase. Je wil het niet accepteren, omdat je bent zo'n goede speler geweest en jij ziet alles nog. En wat ik nu ook nog zei, dan denk ik soms, ja, hoe kan je dat niet als speler niet zien? En dat zal hij ook gehad hebben. Alleen om het dan weer te vertalen in het veld is wel ietsje anders. En mij dan in veel mindere mate, als ik nu nog af en toe met partijtjes meedoe of gewoon met veteranen, ja, alles zie ik nog, maar om het uit te voeren, dat is een ander verhaal. En je zit op een gegeven moment in zo'n ontkenningsfase. En hij moet dat gewoon accepteren en ik denk dat dit het beste is. Keihard kan niet zijn in het veld, maar ja, heel attent, heel open, altijd ja, geïnteresseerd in de medemens. Elke speler op persoonlijk niveau of op privé niveau kan ik door iedereen door de bocht en vind ik iedereen even lief. Maar op voetbalgebied moet ik gewoon soms keiharde keuze maken en dat heb ik gedaan. En, ook al heet je John Heidega. Dit half jaar ja, dat doet niks af aan zijn mooie glanzende carrière. En, dit was dan misschien een heel klein smetje in zijn ogen dat hij te weinig heeft kunnen brengen en te kunnen laten zien. Maar voor de rest heeft hij een fantastische carrière gehad. Ik debuteerde in 2001. In 2002 ben ik geopereerd. Die operatie was niet helemaal goed verlopen en ik liep een bacteriële infectie op. De eerste beste wedstrijd dat ik terug met een Ajax en scheurde ik de voorste kruis van mijn linkerknie af. Dus ja, ik kon mijn knie sinds mijn volgens mij begin 18 al niet meer volledig strekken. Dus mijn lichaam heeft daar gewoon
Die heeft zich daarop aangepast. Dus ja, ik weet niet beter dan dat ik met een lichtgebogen knie mijn hele carrière gespeeld heb. Je hebt een fitheid natuurlijk qua conditie. Dat is geen probleem. Want ja, door al die jaren, ook als jeugdspeler, veel getraind hebben en ook vroeger veel getraind, is zijn fitheid is wel goed. Zijn beperking was, door die beperking van zijn knieën, had hij moeite met het draaien en de snelheid. En zoals wij spelen met een grote ruimte achter je, heeft hij daar natuurlijk, komt hij daarmee in het probleem. Als wij een partijtje op trainen spelen, het is 4-4 in een kleine ruimte, dan is hij nog altijd even de beste hoor. Dat is geen probleem voor hem. Dus, en dat houdt hij ook makkelijk vol. Dus daar zit het er niet in. Het zit er puur in dat hij kan die snelheid niet meer ontwikkelen. 4-4 in de arena spelen is ook een beetje overdreven. Nou, het zouden we kunnen vragen aan elke tegenstander of ze het heel graag willen. Dan kunnen we Johnny nog lang laten voetballen. En dat zou heel mooi zijn, maar ik denk dat anderen niet mee akkoord gaan. Sowieso heeft Johnny natuurlijk een bepaalde speelstijl, waarbij hij dus meer geblesseerd raakt dan een andere speler. Het leuke verhaal is dat wij een toernooi hadden in Meudon, in Parijs. En ik deed altijd een spel waarbij ze mij moesten zoeken en dan gingen we vechten. En ik lag dus op een heuvel. Met allemaal takken en bladeren over me heen. En ze liepen, dat hele elftal liep over me heen. Dus in één keer stond ik op. En toen donderde Johnny dus van die heuvel af. En wij zaten in de halve finale. En volgens mij heeft het ons toernooi gekost toen. Want Johnny was op dat moment een belangrijke speler. Johnny! Mijn hele familie waren eigenlijk altijd al fan van Ajax, waaronder ik dus ook. En eigenlijk was het idee van mijn ouders om te proberen of ik voor mijn verjaardag bij Ajax kon komen trainen. Ze hebben gebeld en uiteindelijk kregen ze meneer Van Teunenbroek aan de telefoon, Henk Van Teunenbroek. En die zei in eerste instantie nee. En uiteindelijk mijn moeder was... die hield vol en uiteindelijk mocht ik komen. En sindsdien ben ik eigenlijk niet meer weggegaan. Vergeet nooit dat ik tegen hem zei van toen hij was een jaar of 10. Ik zeg, Sjoen, zal ik je wat vertellen? Jij komt in Nederland zelf al. Staat hij hem te kijken. En dan zegt hij, ik hoop het. Ik hoop het zeggen. En als het zo is, dan krijg ik dat eerste vrijkaartje van je. Dat heb je gedaan ook. Man van zijn woorden. Ja, hier in het stadion, in de Reda. Ik denk dat hij heel belangrijk kan zijn in de toekomst voor Ajax. Als trainer, als, in wat voor hoedanigheid dan ook. Hij heeft een rood-wit hart en dat soort mensen moet je behouden voor de club. En hij wil het ook graag volgens mij, dus wij zijn er heel blij mee. Johnny is echt een Ajax-ziet. Dat zie je ook aan het feit dat hij terugkwam. En dat zie je ook hoe het publiek op hem reageert. Dat is echt geen pen te beschrijven. Ja, dat heb ik. Ik weet nog goed dat die jongen van Wolfsburg kwam naar me toe. En die zegt: wat heb jij hier in godsnaam allemaal gedaan in Amsterdam? Dus ja, dat was wel. Wat zei je toen tegen hem? Ja, ik zeg: ik weet niet, het overdompelt me ook een beetje. Mijn ouders hebben dat ook gezien, mijn familie. Und sie haben auch gedacht, was ist hier los? Ja, aber es ist, denke ich, auch für uns eine schöne Sache. Und zu sehen, wie ein großer Spieler zu so einem großen Club zurückkommt und so gefeiert wird und nicht vergessen wird, das ist das Schöne am Fußball. Ich denke, dass viele Menschen wel heel veel moeten slikken, denk ik. Maar we gunnen het hem het allerbeste. En het gaat zeker een mooie carrière, na zijn voetbalcarrière gaat hij tegemoet. Zal jij ook even moeten slikken zondag? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Je bent helemaal als je het aanvoelt, wil je toch wat emotioneler, denk ik. Dus op bepaalde momenten grijp je meer aan. Johnny, je moet toch misschien trainen? Misschien wel, hè? Misschien wel van jullie straks. Wil je goed je best doen? Ja. Beetje aan het oefenen met die kleine balletjes? Ook thuis of niet? Ja. Ja? Goed jullie best doen, hè, jongens?
positief, overweldigend. Ja, leuk. Alleen maar leuk. Ook heel veel mensen vragen, je bent zo jong. Ik denk dat ik er ook heel vroeg en heel jong bij was. Ik was 17. Als je dan een aantal voetbaljaren erop telt wat ik nu gehad heb. Mijn telefoon heeft me nooit zoveel overuren gemaakt als de dag dat het bekend werd dat ik zou stoppen. Er moet heel veel geregeld worden. En dat kan, ja, dat vind ik wel heel eervol. Maar weet in ieder geval dus dat het protocol zoals het er nu ligt. En het idee is dat je dan eindigt op Oost. En we zijn natuurlijk nu volle bak bezig om te kijken met Feyenoord of we die eraag met Feyenoord kunnen gaan kopen. Ah, okay, dat zou wel bijzonder zijn. Ja, ja. Dus Tjerk gaat contact opnemen met teammanager van Feyenoord. Na vandaag, want ze hebben natuurlijk vandaag nog een wedstrijd om te kijken hoe ze erin staan. Plan B zou er nog zijn als ze zeggen, we willen vol focus op die wedstrijd bezig zijn, is dat je aansluit bij de line-up. Ja. Dus dat je... Nou, de ERA is natuurlijk al, denk ik ook met alle dingen die er omheen gebeuren bij de voetbal, denk ik wel heel speciaal zijn. Denk ik. Ja. Er moet heel veel geregeld worden. Van kaarten, parkeerkaarten, tot loungekaarten, tot mozes die gedrukt werden. Continu ben je met e-mails bezig. En ja, dat komt weer omdat je de regie redelijk in eigen handen wil houden. Ja, daarnaast moet je nog een blog schrijven. Er komt toch best wel wat bij kijken. En daarnaast ben je natuurlijk ook gewoon thuis, moet je ook gewoon je taak uitvoeren. Ik had de keuze. Een paar aanbiedingen ertussen zitten, alleen ben ik niet op ingegaan. Het is nu gewoon tijd gewoon om voor vastigheid voor de kinderen. Ik kan nu vaker de kinderen naar school brengen, denk ik wel. Wat wel heel leuk is hoor. Ja, nee. Ik denk dat er ook meer tijd voor de familie komt. We voelen ons wel echt gewoon heel prettig en vooral thuis. En ik denk dat het gewoon... goed is voor ons allemaal. Ik wil heel graag mijn trainersdiploma halen. Dus ja, ik ga nu vooral kijken, aanvoelen, proberen, meelopen. Dat is natuurlijk heel anders om als je straks zelf voor de groep staat. Dus ik ga dat rustig bekijken. Ik heb zoveel trainers voorbij zien komen. Ook mijn allereerste training, Ko Adriaanse. Net zoals Louis van Gaal. Hamert op discipline. Wat ze belangrijk vinden en wat belangrijk is. Dus ja, je gaat nu gewoon kijken. Ik denk dat je van je training hebt gehad. Dat je daar het beste van een beetje van moet gaan plukken allemaal. Ik woon in Amsterdam. Het is in Amsterdam en Ajax is mijn club. Dus ik denk dat die combinatie wel makkelijk is. Zou het ook je ambitie zijn om ooit... trainer van Ajax 1 te worden? Ja, dat zou wel mooi zijn. Alleen laten we niet te ver vooruit gaan lopen. Laten we eerst rustig gaan beginnen. Het zou ook wel raar zijn als supporters 90 minuten lang de naam van de trainer aan het zingen zijn. Nou, ik denk dat... het zou geweldig zijn, maar ik denk dat we altijd eerst een beetje onderaan moeten beginnen. En zo omhoog moet krabbelen. Ja, stoppen. Dit is iets wat je al weet ik voor hoe lang doet. Opstaan, naar de club trainen, krachttraining, eten, je bent weer thuis. Uiteindelijk ga je dat wel missen. En je moet je ook niet te veel achteruit gaan kijken. Je moet gewoon vooruit. En vooral naar het positieve.
ben begonnen tegen Feyenoord en je sluit eigenlijk af tegen Feyenoord. Ja, je gaat dan naar de arena. Dat zijn de wedstrijden die als kleine jongen altijd wilde spelen. Je merkt ook de rivaliteit, je merkt ook de spanning. Eigenlijk alles eromheen. Dat is gewoon de wedstrijd die moet je winnen. Hoe maakt niet uit, maar je moet hem winnen. Ik ga niet een speech voorbereiden of iets. Ik denk, als ik iets zeg, dan komt dat vanuit mijn hart. Ik denk dat wel goed komt. Ja, emoties kan je niet zomaar uitzetten. Ik denk dat ik een redelijk sociale jongen ben, alleen een binnenvetter. Lieve Ajax supporters, ik ben jullie eeuwig dankbaar voor jullie steun. Ik ben gewoon mezelf en ik heb gewoon heel veel respect voor de supporters. Dat hebben veel spelers hoor. Ik vind het gewoon heel belangrijk. Kijk, de supporters hebben we nodig om goed te presteren. Ik heb al verhalen gehoord wat de mensen ook allemaal opzij moeten zetten om in de arena te zijn of in Coedersen Park, dat ze daar aanwezig zijn. Ja, daar heb ik gewoon heel veel bewondering voor. En voetbal is ook alleen maar leuk als er supporters bij zijn, dus daarom hebben we supporters nodig. Voetbal die helpt natuurlijk, het liefst als je doorgaat. Maar aan de andere kant, er is nog zoveel mooie dingen om te gaan doen. Jullie zijn nog absoluut niet van mij af. Dit is de mooiste.